Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Kwam het van diep? Nou, eigenlijk denk ik niet. Ik denk dat het donderdag waar wij niet helemaal het Den Bosch wat zij kunnen zijn. Niet helemaal of helemaal niet? Niet helemaal, denk ik. Want ik denk wel dat we heel goed verdedigd hebben. En we hebben weinig weggegeven. We hebben alleen zelf te weinig gecreëerd. En dat willen we vandaag rechtzetten. En ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd. Genoeg goals hebben gemaakt. Dus ja, ik ben tevreden. Zelf ben je ook tevreden, denk ik. Het zag er zeer overtuigend uit wat je deed. Oh, nou, dankjewel. Ja, ik vond zelf wel dat ik had moeten scoren vandaag. Maar die bewaar ik dan misschien wel voor morgen. Dankjewel, zeg je erbij. Met enige verbazing of hoor ik dat nou verkeerd niet? Ja, het zag er vooral ook verbeterd uit. Jouw spel, Matla ook, maar jullie oogden van... Ja, wacht eventjes jongens, tot hier en niet verder. Ja, ik denk eigenlijk dat wij voor niemand iets recht te zetten hadden, behalve voor onszelf. We hebben gewoon een heel goed team, we hebben een goed seizoen gedraaid. En wat wij donderdag lieten zien, was niet wie wij zijn. En ik denk dat we dat gewoon vooral vandaag wilden doen. En weet je, ik heb ook gezegd, die scorebord, het zal me echt mijn reet roesten. Het gaat gewoon om hoe wij op het veld staan. En ik denk dat we dat, die verbeterheid, inderdaad vanaf minuut 1 hebben laten zien. Ja, toch was het met name in het begin. En als we het over de verbeterheid hebben, zien we op dit moment het uitlopen bij één van die drie corners, volgens mij, die achter elkaar kwamen. Ja, dat zag je dus ook inderdaad aan jouw spel. Ja, dat was het ook. Ik dacht gewoon, we gaan gewoon die 3-0 maken. We wilden voor die 4-0 gaan en we wilden gewoon geen goals tegen. En we hebben gewoon goed verdedigd en goed aangevallen vandaag. Heerlijke dribbel ook bij de 1-0. Volgens mij, ik zag je 2 keer, 1 keer aan deze kant, 1 keer aan de andere kant, zo'n vrije bal nemen van oké, nu ga ik aan de gang. Ja, nu ga ik voor het rendement. Dus dat lukt wel. Dit is de aanleiding 1-0 volgens mij. Ja, neerleggen, lopen en maar kijken waar het schip strandt. Ja, dat zeg ik onneerbiedig hoor. Maar... Oh nee, maar dat is natuurlijk ook. Ik ga daar niet op zoek naar een ruimte, ik ga daar op zoek naar de corner. En dat is ook wat we willen doen. Als we ruimte hebben, dan gaan we voor de acties. Maar als het klein is, dan willen we gewoon op rendement en dan maar gewoon die corner halen. Je houdt het bewust heel klein, denk ik. We hebben aan niemand wat te bewijzen. Heb je jullie of jij je afgelopen dagen, of misschien wel afgelopen weken, geërgerd aan allerlei meningen over Den Bosch? Ik denk alleen maar dat het ons helpt. Ja, dat is altijd wel een mening. De ene keer zijn we fantastisch en de andere keer zijn we slecht. En dan is Den Bosch niet meer Den Bosch. En dan zijn we er ineens weer wel. Wij weten zelf wie we zijn, wat we kunnen en dat willen we gewoon laten zien.